Zoe is voorzien van een versnellingsbak met een innovatief ontwerp. Dit zorgt ervoor dat in welke versnelling je ook rijdt, de hendel automatisch terugkeert naar de uitgangspositie. Deze indicator laat zien welke versnelling is ingeschakeld. Deze informatie wordt ook weergegeven op het instrumentenpaneel, samen met de versnellingen die vanuit de huidige positie beschikbaar zijn. De hendel geeft u keuze uit 4 posities. R voor achteruit, N voor neutraal, D voor normaal rijden en B voor rijden met regeneratief remmen. Wanneer het voertuig wordt gestart, verschijnt het bericht Ready op het instrumentenpaneel en staat de versnellingshendel automatisch in neutraal. Let op, u moet altijd het rempedaal intrappen om de hendel uit deze positie te verplaatsen. Schakel de hendel vervolgens naar voren of naar achteren voor de gewenste versnelling. Positie B tot slot verbetert het regeneratief remmen. Daardoor is het mogelijk te remmen door gewoon het gaspedaal los te laten. Let op, in posities D of B gaat het stilstaande voertuig vooruitrijden wanneer u het rempedaal loslaat. Als het bestuurdersportier open is terwijl de motor nog draait en de versnellingshendel in een andere positie dan N staat, wordt het bericht Selecteer N op het instrumentenpaneel weergegeven. Wanneer de motor uitzet, gaat de versnellingsbak terug naar de positie N en wordt de automatische parkeerrem automatisch ingeschakeld.